Het vak natuurkunde lijkt best veel op het vak Wiskunde B. Je zou het ook anders kunnen zeggen, een natuurkundige heeft heel veel wiskundevaardigheden nodig bij het uitoefenen van zijn beroep. En nergens komt dat beter tot zijn recht in het bovenbouw VWO-programma als bij de theorie over bewegen. En in deze webles ga ik jullie de wiskunde achter deze theorie laten zien. En we gaan beginnen met. Het bepalen van de snelheid uit een xt-diagram en het bepalen van de versnelling uit een vt-diagram. En we hebben al gezien hoe we dat kunnen doen. Daarbij maken we eigenlijk gebruik van deze algemene formule. En nou, stel nou dat ik in het xt-diagram de snelheid zou willen, willen bepalen op het punt uh, t is 2,8 seconden. Dan kan ik dat als volgt doen. Ik pak een tijdstip wat voor t is 2,8 seconden ligt en een tijdstip wat er even ver na ligt. Ik verbind die twee punten door middel van een verbindingslijn. En de stijlheid van die verbindingslijn geeft me dan de schatting van de snelheid op het tijdstip T is 2,8 seconden. Ik kan deze schatting uh, verbeteren door die twee punten dichter in de buurt van die 2,8 seconden te laten liggen. Dit is bijvoorbeeld al een stuk dichter. En die, uh, de stijlheid van deze raaklijn zal dus ook een betere schatting geven van die snelheid. Door nu die delta T kleiner te maken zo klein mogelijk te maken krijg je dus ook een steeds betere schatting van de snelheid op tijdstip t is 2,8 seconden en we hebben gezien hoe we dat met een uh, simpele truc hoe we die, die delta t zo klein mogelijk kunnen maken eigenlijk vrijwel nul kunnen maken en dat is door het uh, trekken van de raaklijn en dat is deze laatste uh, gele lijn deze raaklijn geeft eigenlijk mijn best mogelijke schatting van de snelheid op tijdstip 2,8 seconden en door het bepalen van de stijlheid van die raaklijn kan ik dan de snelheid op dat punt bepalen. Wiskundig gezien zou je de snelheid op een andere manier kunnen bepalen. Het enige wat je dan nodig hebt is de wiskundige vergelijking van mijn beweging. Dus hoe verandert x in de loop van de tijd? Als daar een wiskundige vergelijking van is, dan kun je een wiskundige functie gebruiken, en die functie heet de afgeleide. En met de afgeleide kun je eigenlijk in één stap een vt-diagram halen uit een xt-diagram. En de formule die je, die je daarbij nodig hebt, eh, je ziet er als volgt uit. V is dx scheelt tot dt. Eigenlijk is er maar één verschil tussen die dx en die delta x. De d staat voor een infinitesimaal klein stukje, dus oneindig klein. En bij de delta x in de praktijk is het heel moeilijk om eh, oneindig kleine stukjes heel nauwkeurig te gebruiken. Wat dus ook inhoudt dat de wiskundige afgeleide altijd preciezer is dan de natuurkundige afgeleide het tekenen van de raaklijn. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk wanneer je van een snelheid naar een versnelling wil gaan. Deze formule kunnen we daarbij gebruiken. Dan trekken we de raaklijn op T is 2,8 seconden in het VT-diagram en de stijlheid van die raaklijn geeft mij dan de versnelling op dat tijdstip. In wiskundevorm ziet het er als volgt uit. A is dan gelijk aan DV gedeeld door DT. En om dat te kunnen, moet je dus ook weer de functie weten van de snelheid tegen de tijd. En in de praktijk, zeker als je meetwaarde gebruikt, heb je nooit die functie. Er is een uh, programma waarmee je ook afgeleiders kunt bepalen. En dat is uh, met het uh, programma Videometen van Coach. En in Videometer zit een knop waarmee je de afgeleide van jouw uh, grafiek kunt laten trekken. En die afgeleide uh, maken werkt niet precies hetzelfde als de wiskundige uh, variant. En dat wil ik je hier laten zien. Hoe werkt namelijk Videometer met het bepalen van die afgeleide? In het echt is de grafieklijn in het xt is niet mooi vloeiend, maar het zijn natuurlijk allemaal. Meetpuntjes. Vaak zijn het heel veel meetpuntjes, heel dicht bij elkaar, maar als je genoeg inzoomt, dan zul je zien dat het allemaal losse meetpuntjes zijn. Wat doet videometer nu eigenlijk? Videometer pakt twee opeenvolgende meetpuntjes en gaat die dan in deze formule, deze bekende formule invullen. En videometer doet dus als volgt, die gaat kijken hoe groot is mijn verplaatsing tussen twee opeenvolgende meetpunten. En hoe groot is het tijdsverschil tussen die twee opeenvolgende meetpunten? En die deel ik op elkaar en dan heb ik een aardige schatting van de snelheid op dat tijdstip. En er zit wel een klein addertje onder het gras. En dat addertje heeft te maken met iets wezenlijks van de natuurkunde. En dat is namelijk dat alle puntjes in het XT-diagram meetpunten zijn. En meetpunten, die meet je altijd met een bepaalde maximale nauwkeurigheid. En zeker bij videometen heb je al snel. Een afwijking te pakken als je een voorwerpje uh, moet klikken. Als je net iets te hoog of te laag of te klikt, dan krijg je al meteen een afwijking in jouw x-waarde. En wat is dan het, de invloed van een kleine afwijking in het xt-diagram in het vt-diagram? Nou, dat wil ik je laten zien. Hier zit het afwijking, iets voor de 2 seconden. Ja, ik heb gewoon een keer verkeerd geklikt, per ongeluk. En. Je kunt zo op het oog al zien dat die waarde een beetje eh, afwijkt van de andere waarde. Was. Maar als ik dan de afgeleide ga bepalen aan de hand van deze meetwaarde met deze meetfout erin, dan krijg ik het volgende. En dan zie je dat een kleine verstoring in mijn xt-diagram leidt tot een grote verstoring in mijn vt-diagram. Het gevaar dus van het gebruik van afgeleide bij videometen is dat je een Hele onnauwkeurige VT-diagram krijgt, omdat alle meetfoutjes in het XT-diagram worden uitvergroot. Er is ook een oplossing voor, en de oplossing is uh, om uh, een andere functie van Videometer te gebruiken, om eerst jouw XT-grafiek mooi glad te maken, en dat is de functie Benadering. En door die grafiek mooi glad te maken, haal je eigenlijk al jouw meetfoutjes er een beetje uit. Die middel je eruit en je zorgt dat je een mooie vloeiende lijn krijgt in je XT-diagram. En een mooie vloeiende lijn in je xt diagram leidt ook tot een mooie vloeiende lijn in je VT-diagram. Tweede onderdeel wat ik wil gaan bekijken, is het zogenaamde primitiveren in de wiskunde. Dat heeft te maken met het volgende, namelijk, hoe kan ik uit een AT-diagram iets zeggen over mijn snelheid? En eigenlijk moet ik het, als ik het preciezer zeg, eh, moet ik het hebben over snelheidsverandering. En hoe kan ik vanuit een VT-diagram iets zeggen over de verandering in de plaats? En dat had te maken met het oppervlak. Als je het oppervlak bepaalt in de AT-grafiek, dan zegt dat iets over jouw verandering in de snelheid. Het oppervlak in het AT-grafiekje, wat hier is gearceerd, leidt dus in het VT-diagram tot deze verandering in de snelheid. En hetzelfde geldt in het VT-diagram. Als ik daar het oppervlak arceer, dan leidt dat tot een. Een uh, plaatsverandering in mijn xt-diagram. Wiskundig gezegd uh, ben je dan gebruik aan het maken van een functie die heet primitieve. De functie primitieve is eigenlijk precies het tegenovergestelde als de functie afgeleide. En als je de primitieve zou nemen van jouw versnelling tegen de tijdvergelijking, dan krijg je niet de snelheid tegen de tijdvergelijking, uh, maar dan krijg je een vergelijking die iets zegt over hoe de snelheid verandert. Het is wel een belangrijk verschil. Met het bepalen van de oppervlakte in het AT-diagram kun je niet zeggen hoe groot je snelheid is op een bepaald tijdstip, maar je kunt wel zeggen hoe groot het snelheidsverschil is. Ook deze functie zit verstopt in uh, een uh, programma wat je nog wel eens uh, gebruikt bij de natuurkunde, en dat is uh, het modelleren. Modelleren in coach. Bij het modelleren in coach maak je eigenlijk standaard gebruik van die. Functie die bij de wiskunde primitiveren heet. Wat doe je namelijk in Coach? Dat is het volgende: uh, je gebruikt een VT-diagram om iets te zeggen over hoe de, snelheid, uh, sorry, de plaats verandert in de tijd. En ik ga even het VT-diagram uitvergroten zodat we het uh, makkelijker kunnen zien. En dit is het oppervlak onder het VT-diagram. Coach modelleren is een numeriek programma. En net als uh, vele andere numerieke programma's werkt Coach als volgt. Elke keer berekent het voor een kleine tijdsperiode uh, wat uh, er gebeurt met verschillende grootheden. En elk van de grootheden die wordt constant gehouden gedurende dat stukje tijd. En zo krijg je een versimpelde situatie die je wat makkelijker kunt uitrekenen. Uh, nou, laten we eens dus gaan kijken naar een voorbeeld, want dat uh, praat wat makkelijker. Dus uh, stel ik heb een snelheid tegen de tijddiagram en ik wil de plaats uitrekenen dan gaat coach als volgt te werk die zegt nou die snelheid die uh, op tijdstip t is 0 die is gelijk aan v0 iets onder 20 meter per seconde die hou ik eventjes constant gedurende een bepaalde uh, uh, tijdsduur delta t en dan krijg ik dus een blokje het oppervlakte van het blokje kan ik uh, makkelijk uh, berekenen dat is namelijk delta t maal v en dat zegt me dan iets over de verplaatsing Gedurende die eerste tijdsperiode. Dat zegt wel iets over de verplaatsing tussen x0 en x1. En x1 reken ik dan uit, die is gelijk aan x0, plus v0 mal dt. Ik kan dan ook met een andere vergelijking, die ik hier even heb weggelaten, uitrekenen wat er met de snelheid gebeurt. Die snelheid zal dan ook veranderd zijn na, na die tijdsduur. En bij het begin van het tweede stukje tijd heb ik een andere snelheid gekregen. Dat is namelijk snelheid v1. En gedurende de tweede cyclus ga ik uitrekenen hoe groot dan dit oppervlak is. En die is dan gelijk aan v1 maal delta t. Die tel ik op bij de waarde die ik al had en dan krijg ik mijn nieuwe positie x2. etc. En zo kun je dus in stapjes kun je een beweging gaan analyseren en uitrekenen. Nou, wat is nu belangrijk om je te realiseren? Dat is het volgende. Dat je een afwijking hebt tussen wat coach modelleren doet... En wat de wiskunde zegt. Want de wiskunde zegt. de verplaatsing is gelijk aan het oppervlak van mijn driehoek. Maar met mijn. Uh, modelleerprogramma heb ik geen oppervlak gebruikt. maar ik heb telkens rechthoekjes gebruikt. En alle. rode driehoekjes die je hier nu ziet. waar die pijltjes aan toewijzen. die heb je dan eigenlijk. te veel meegenomen. Je hebt dus eigenlijk. een te grote verplaatsing uitgerekend. En dat is nou typisch iets. voor een modelleerprogramma. Je benadert ook hier. De situatie en je berekent nooit precies uh, wat er wiskundig gezien gebeurt. Uiteindelijk kom je dus uit op een uh, berekende uh, waarde die hier uh, getrokken is in het XT-diagram, dat is die, uh, die oranje lijn, die iets hoger zal liggen dan wat het eigenlijk zou moeten zijn. Er is een handeling die ik kan verrichten waarmee ik de afwijking van de berekening in coach kan minimaliseren als ik die vergelijk met de wiskundige afle uh, afleiding. En dat heeft puur te maken met uh, dat primitiveren en met uh, de wiskundige eigenschap van primitiveren. In de wiskunde kun je dat doen met het nemen van stukjes tijd die uh, zo goed als nul zijn. Oneindig klein zijn. Dat kan in de praktijk niet. Dat kan met uh, coach modelleren zeker niet. Want oneindig kleine tijdstapjes zou ook betekenen dat je oneindig lang moet uitrekenen voordat je iets hebt doorgerekend. Maar je kunt er wel voor zorgen dat die stapjes klein genoeg zijn. De oplossing dus als je gaat numeriek modelleren en ook als je dat in coach gaat doen: zorg dat jouw tijdstapjes delta t klein genoeg zijn. De samenvatting: wat hebben we gezien in deze webles? We hebben gezien dat wiskundig gezien de functie vt een afgeleide is van xt en at de afgeleide is van vt. En als we daar in de praktijk mee werken. Dan tekenen we raaklijnen en raaklijnen zijn eigenlijk de grafische manier van uh, het nemen van de afgeleide. Ook hebben we gezien dat er uh, een tegenovergestelde functie is wiskunde gezien, dat het is de primitieve. En de functie vt is de primitieve van AT en de functie xt is de primi primitieve van vt. Daarnaast hebben we twee toepassingen bekeken. We hebben coach video mee te waarbij we eigenlijk de afgeleiders kunnen nemen. En daarbij moeten we goed opletten dat we. Uh, niet te veel meetfouten hebben in de oorspronkelijke brongrafiek, want te veel meetfouten leidt dan tot een hele onnauwkeurige, hele lelijke um, doelgrafiek. De afgeleide grafiek die zal er dan niet mooi uitzien. Dan hebben we ook nog gekeken naar numeriek modelleren, oftewel coach modelleren. Die werkt eigenlijk ook met oppervlaktebepalingen, wat uh, overeenkomt met uh, de, de functie primitiveren. Om nu de afwijkingen die er altijd zijn zo klein mogelijk te maken, zorg dan voor een zo klein mogelijke de stapgrootte delta t in jouw coach modelleren.